Live vanuit Utrecht is dit het Musical Awards Gala 2015. Dames en heren, een hele goede avond. Het Musical Awards Gala terug bij de Avrotros en NPO 1. Ja, ja, ja. Wel een iets andere hoedanigheid, zoals u ziet, want van onze staatssecretaris Sander Dekker moet worden bezuinigd. En dat is vreselijk natuurlijk. Maar ja, het is niet anders. Dus u gaat het wel wat merken deze avond. Er is eigenlijk geen geld voor vanavond. Dus u merkt het thuis waarschijnlijk het verschil. De opening zou eigenlijk gedaan worden door Kim-Lian van der Meij, maar die was te duur. En Chantal Jansen was, nou ja, te Duits. Ja, zo gaan die dingen heel snel. En dus kwamen ze uit bij het afvoerputje van de musicalindustrie. En hier ben ik. Het was een zware tijd, want het kunstbeleid moest volledig op de schop. Alles moest voorop, maar daar gaan wij vanavond even aan voorbij. Dank u. Want het mag wat groter, een tikkie groter. Het gaat hier wel om musical, dus mag het volgens mij een beetje groter. Veel beetjes groter, want het leven is zoals ooit Vondel zei. Net een schouwtoneel en daar hoort grote bij. Dansers! Dit publiek, dan moeten nu gauw, want die kregen heel wat veren in een hol. Tony Neef niet overdreven, bracht Wim Zonneveld tot leven. Elke ster die doodgaat, krijgt een musical. In de buurt van Katwijk kan je nu ook uit in een hangar. De Soldata van Oranje staat daar voor het vijfde jaar. Wat je noemt een prachtbezetting en de zoeken producenten. Naam is Showtime, een spektakel voor nog veel meer consumenten. Het moet groter, ach wat is groter. Een koor met kleine kinderen, dat is ook heel erg lief. Waanzinnig! Gedroomd! Maak dat voor stemmen u ook agressief? Maar bij de Sound of Music werkt het effectief. Auf Wiedersehen, goodbye. Oh, wat wordt de populairste show? Is dat de kleine blonde dood of not? Toch Billy Elliot? Is het doorgestoken kaart en is die sprake van een vuil complot? Absoluut. Dat zien we bij het slot. Hey, Billy! Heerde. Blijf spotten. En finish! Goed zo! Wauw! Wauw, wauw, wauw. Hoe jij jezelf hier uitdraait. Ze zoeken nog een nieuwe burgemeester voor Maastricht. Hé, hey, dit is trouwens allemaal opgenomen, hè? Doeg. Wie wordt de grootste? De allergrootste. Twee derde van de nominees gaat zeker naast de prijs. Hou je maar groot, hoor. Hou je maar groot, hoor. Al vervloek je dan die koornot maar zijn gijs. Ga op je knieën en je hebt alsnog die prijs. Yeah! Yay! Als u nu thuis zit te kijken en denkt, die Jamai die heeft ook geen talent, dat komt door de verkeerde belichting. Het is altijd weer stress voor de show, succes. Wat zullen critici vinden? Maar zoeter als stroop is de liefde van Joop voor zijn toyboy Albert Verlinde. Het is bijna zover, elke start-up of ster kent het in de nominaties. En we zijn hier bij één en dat snapt iedereen, dankzij hun mooie prestaties. Elke ster en artiest, of je wint of verliest, hopen nu wel op het wonder. Van regie tot decor, iedereen even door, het is nu erop of eronder. Voor pippies en piers, voor poes en reuzen, voor jongens en meisjes, soldaten en punkers, voor apen en beren, zanglustige heren en mannen met zeer grote neuzen. Oeh, en ik voel de spanning, de zaal voelt ook de spanning. En thuis, voor de buis, met je wokkels, voel je de spanning, want het wordt groter. Alleen maar groter.
Hilversum. Komt er een show met songs van Boudewijn de Groot. Heerlijk duurt het langs met loon. Ik zal uw hartsvrienden gaan tonen. Sterken die zijn overleden, maar terug zijn in het heden. Junkers die het leven vieren. Mowgli tussen wilde dieren. Arnie Smit zal nooit verdwijnen. Britse stakers uit de mijnen. En een klooster vol met nonnen. Help, waar ben ik aan begonnen? Ja, dit loopt nu uit de klauwen. Maar dan zijn die meer te oude grote. Het woord is groter. Dus wees welkom bij de muzikale theatrale.